nou zo leuk aan carnaval? Nou, gewoon de gezelligheid en de sfeer eromheen die je met elkaar op zondag beleven mag. Dat is genoeg ellende. En als je dan zo'n dag even uit je bol kan gaan, ja, dan is dat hartstikke leuk te geven. We hebben met familie, vrienden en kennissen hier. Ja, we komen hier al 40 jaar op dezelfde plek hier. Het is gewoon een leuk evenement, een leuk gebeuren. Tot de snoep gooien. De snoep en de wagens. Nou, het is gewoon gezellig en ja, dat was het eigenlijk wel. De sfeer. Feest maken, lachen, ontspannen. Natasha, is Tasha. Wat is nou de mooiste carnavalswagen dit jaar? Ik vond die mooi met die mensen met die groene jurken met die lantaarns op het hoofd. Die vond ik mooi. De meeste wel. Ik vond die met de giraf het mooist, met de aapjes. Dieren, dat is belangrijk. En die optocht, wat vonden jullie ervan dit jaar? Was het een goede optocht of was die iets minder dit jaar? Ik vond hem beter als vorig jaar. Ook qua strooien voor de kinderen was zeker een stukken beter. Ja, mooie wagens. Ook veel verschil erin. Ja, is wel gezellig. Wat is nou de gekste outfit die jullie tijdens carnaval wel eens hebben aangedaan? Kapotte kleren, daar was toen heel erg in. Korte, kapotte scheuren, broeken en zo. We gaan nog liever eerst een beetje verkleed. Allemaal? Ja. Allemaal! Yes! Dat is het gekste kostuum! En van nu? Ja, dit gewoon. Gewoon normaal.